Ja, Ruud Bierman is de naam. Ik werk nu voor de EBU. Dat is de European Broadcasting Union, Europese Omroepunie. En ik doe daar een tijdelijke opdracht om na te denken met alle leden. Er zijn 52 omroepen lid over hun toekomst. Het is overduidelijk dat het niet dezelfde publieke omroep is die we nu hebben over 10 jaar. Wil ze relevant zijn en die verbindende rol kunnen vervullen en tegelijkertijd ook al die, naar mijn idee, hogere kwaliteitseisen aan die hogere kwaliteitseisen voldoen die onlosmakelijk verbonden zijn aan de groei van het aanbod. Dat dwingt de publieke omroep om nog duidelijker, nog beter, nog meer gefocust te worden op waar het om gaat. Dus die publieke omroep die zal veranderen. Die moet onderdeel worden van een samenleving die je misschien kan omschrijven als een netwerksamenleving, waar het gaat om het verbinden. Niet alleen binnen de publieke omroep, maar de publieke omroep wordt dan een onderdeel van netwerken waarin ook publieke waarde wordt gecreëerd. En het begeleiden daarvan, het verwijzen daarnaar, de interactie met de samenleving, met wat dan heet civic society, sorry voor het Engels, maar het maatschappelijk middenveld, die ook publieke waarde levert. De publieke omroep zal moeten leren dat ze niet alleen toetert en een bolwerk is, maar dat ze ook een onderdeel wordt van een netwerk en niet het netwerk zelf. En daar een belangrijke rol kan vervullen in betrouwbaarheid leveren, verwijzen naar betrouwbare bronnen, het bij elkaar brengen van verschillende instanties en personen en groepen die publieke waarde leveren. Die netwerkfunctie, die meer interactief is, dat lijkt mij een belangrijke verandering voor de toekomstige publieke omroep. Er zijn een aantal voorbeelden van waar je ziet dat een aantal publieke omroepen bezig zijn met die verandering. Althans, ik denk het begin daarvan. Als ik in Nederland mag zeggen, ik vind wat het journaal doet met NOS Net, wat de NCRV doet met de Altijd Wat Monitor, dat zijn voorbeelden waarbij de redactie als het ware open komt te staan voor interactie met individuen en groepen. Je kan bijvoorbeeld bij de Altijd Wat Monitor het proces van het verzamelen van ideeën voor het maken van het programma tot de uiteindelijke uitzending en de reacties daarop. En alles wat daarbij komt, de research, de informatie, de kennis, die wordt allemaal gedeeld met het publiek. Nou, ik denk dat dat een belangrijke vingerwijzing is voor hoe zo'n toekomstige publieke omroep open en interactief kan zijn met de samenleving. Ten eerste, wat voor mij een hele boeiende vraag was, als je over langere termijn kan kijken, blijft dan het idee van kanalen, en dat worden straks allemaal playlists natuurlijk, waarin een groot deel van de bevolking zich samenvindt op een avond of op een dag, blijft dat bestaan, ja of nee? En voor zover ik nu, als je iedereen uitknijpt, kan zien, blijft wat dan in toenemende mate live televisie wordt, en dat dan op de avond zelf of bijna op de dag zelf of binnen 24 uur naar kijken, blijft een hele belangrijke functie. Dat blijkt veel standvastiger te zijn dan velen gedacht hebben. Dat wil niet zeggen dat er steeds meer groepen zijn die jongeren, voorlopers in mediagebruik, mensen die weinig tijd hebben, die hele andere vormen van mediagebruik hebben. En wat nu ook steeds meer gebeurt, is tegelijk meerdere media gebruiken. Waarbij televisie meer naar de achtergrond verschuift en een bijna een secundair medium wordt, zoals radio nu ook is. Dat roept, denk ik, onvermijdelijk de vraag op dat je steeds meer moet gaan kiezen. Want als je het grote publiek wil blijven bedienen en je hebt tegelijkertijd die veelheid van kleine diensten aan kleinere groepen, dan zul je keuzes in moeten maken. En dat wordt nog wel een van de grote opdrachten. Hoe ga je daarin kiezen? Nou, ik denk dat dit een van de kernvragen is waar de Nederlandse overheid, maar ook andere Europese overheden, voor staan. Zij zijn althans in West-Europa deelnemer aan de Europese Unie. Die is op weg naar het realiseren van wat dan heet One Single Digital Market. Dus het openstellen van de grenzen. Daarmee creëer je niet alleen meer mogelijkheden voor Europese bedrijven, maar zeker voor Amerikaanse en misschien op termijn ook voor Chinese bedrijven. Daar komt ook een grote hoeveelheid content vandaan, programma's. En Netflix en andere zijn voorbeelden van partijen die op weg zijn niet alleen die content wereldwijd te leveren, maar ook nog eens een keer om de hele waardeketen te gaan beheersen. Dus vanaf productie tot en met de entree tot de huiskamer. En die ontwikkeling die is tegelijkertijd fascinerend, maar denk ik ook vraagt om een lokaal,
In dit geval dan vanuit een land of vanuit een regio, antwoord. Want ik denk dat de behoefte om daar vanuit lokaal perspectief iets naast of tegenover te zetten, die is er. Dus ik denk dat dat soort voorzieningen, hè, dus zorgen dat je in ieder geval vindbaar bent. Zorgen dat je het geld hebt om lokale kwaliteitsproducties te leveren. En zorgen dat je in staat bent op nieuwe platforms aanwezig te zijn om social TV, sociale TV te maken. Om voor kleinere groepen ook nog te produceren, maar ook tegelijkertijd die verbindende rol te vervullen. Dat is denk ik de uitdaging waar een overheid voor staat.